Hi, dagjes. Welkom bij een nieuwe vlog. Je lekker aan het eten? Ja. Snoepkooitje ben jij, hè? Wat heb jij gemaakt? Ja. Voor de lieve dames van de zwangerschapshulp. Ja. Oké. Okay. Hoi, lieve tattie. Zo, zo dan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Yo, yo, allemaal, goedemiddag. Ik sta hier gezellig in mijn keukentje, een beetje alleen zo. Want René, die is nog aan het werk. En ik moet in januari een opleiding gaan doen. En die gaat best pittig worden. Dus, nou, het is lekker herfst weer, het regent en ik heb nog een uurtje of zo. En dus ik ga rennen. En ik ga rennen in Madestein, dat is hierachter. Want het kan lekker. En ik kwam daarop dankzij Maarten. Die heeft ontzettend leuke vlogs vanuit Griekenland. Volos om precies te zijn. Volos Vibes, kijk even naar zijn YouTube channel. And then I stop the film and he pees all over the floor. Anyway. Ik kijk er heel graag naar. Ze hebben ook een ontzettend lief babytje gekregen pas geleden. Genaamd Jason. Met een J wel te verstaan en niet met een TZ. Nou, voor iedereen die dus zijn vlogs gaat kijken, die zullen begrijpen wat ik bedoel. Ik vond het onwijs grappig. Maar die heeft dus bij de Kamar gezeten. De Kamar. En die hebben dus rondjes gelopen hier achter in Madestein met bepakking en zo. Weet je wel, zo. What? Zoiets, ik doe maar wat. Links, rechts. En ik dacht, dat ga ik ook doen. Want ik wil goed beslagen ten ijs gaan komen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb halve kilootjes. Heb ik ooit gehad van mijn verjaardag. Kan ik het zien? Oh, ik heb echt een balans van 3 kniks. Wow. Ja, halve kilootjes heb ik aan mijn mooie behaarde benen. Ik heb 2 thermoflessen. Nou, het zal erin gaan. Een klein litertje, denk ik. Ik heb een pak bloem en een pak gebroken lijnzaad. Hier nog wat worstjes, tomaatjes. Dus ik ben goed beladen. En dan ga ik eventjes een stukje mee rennen in Madestein. Waanzinnig goed idee dit. Man. Zo. Laat me even weten als je iets achter me fietst. Nou, dit is Bos van Madestein. Een stukje ervan. Hier loopt de weg al. Redelijk dichtbij. Hier loopt een paadje. En daarnaast nog een vijver. Of een meer. En daarachter weer nog wat sportvelden. En wij wonen ergens die kant op. Half uurtje onderweg. En ja, gaat wel lekker eigenlijk. Het is in ieder geval droog, dat is wel fijn. En ja, mijn benen verzuren een beetje door dat extra gewicht. Maar ja, als het niet een beetje verzuurt, dan heb je er ook niks aan natuurlijk. Dus nou, lekker verder. En zoals bijna elke zoals de meeste trainingen bij mij eindigen bovenin. Is dit het einde van vandaag? Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we hebben weer een leuke dag gehad.
Je hebt de pregnancy centering. Centering pregnancy gehad. Centering pregnancy. Met allemaal zwangere vrouwen in één ruimte. Dat is heel gezellig hoor. Ik geloof het ook wel, ja. Kakelende kippies. En deze knappie die heeft hele lekkere balletjes gemaakt. Bitter koekjes met mascarpone erin en kokosvlokjes erop. Ja. En? Ja, en ik had... Voor het gezonde. Oh. Ja? Nee, ja, ik was normaal gesproken doe ik, want die maak ik nou aan met poedersuiker. En ja, kan een beetje met kaneel of iets anders lekker. Maar we hadden natuurlijk nog muisjes over van Gender Reveal. Dus ik had wat muisjes erin gedaan. Dus dat was... Heeft een beetje wel een grappig kleurtje en extra zoet. Een beetje anijsig ook. Nou, dat zag er in ieder geval lekker uit. En voor het gezonde had ja, je... Wat was het ook alweer? Ik weet het wel. Het was in ieder geval gegrild. Ik vergeet die andere tel. Aubergine. Ja. Hey. Aubergine met paprika en mozzarella en courgette. Courgette. Ja, dat viel in de smaak. Dat is heel lekker. Nou, top. Maar jij hebt het opgehaald. Ja, maar jij had ook nog, want er ligt nog iets heel erg leuks. Oh, ja. Ja, die hebben we al wel uitgepakt, maar hij is wel heel schattig, hè? Dat is wel echt heel leuk. Kijk. Nou, dan is dus de bedoeling, dit broekje. Het is toch te schattig? Maar met... Bretels. Bretels. Dan hebben we gewoon een heel schattig blouseje, maar niet te vergeten. Een strikkie! Maar ja, ik had het meer besteld, dus ik hoop dat die later komen. Dus dat het telkens van een ander winkeltje komt ofzo. Want anders is er iets niet goed gegaan. Dit is van Samgami Baby. Samgami Baby. Samgami Baby. Dus zo wordt de kast steeds voller en voller. Dit is alvast voor de verjaardag van oma op 2 maart. Ja, precies. Ja, helemaal top. En 5 maart was mijn vaderjarig geweest en 10 maart is Jenna verjaardag, dus het komt helemaal goed. Allemaal verjaardag. Alvast goed voorbereid. Precies. Maar je hebt nog iets besteld. Ja, ik heb... zal je al een tijdje naar te kijken, ter promotie van ons vlogkanaal. En ben ik op zoek gegaan naar stickers voor op de auto. En toen dacht ik, als we nou sticker op onze auto plakken, ja, dan zit het er en zo standaard op. En dat is niet heel handig met mijn werk. En ik kwam dus iets tegen dat ik dacht van ja, als we nou aan familieleden vragen en zo, en vrienden, en maatje van mij zit op de vrachtwagen, dus die rijdt heel het land door. Als we nou van die... magneetstickers laat maken. Pardon, ik kwam even een boertje naar boven. Maar die heb ik dus laten maken. En dan ga je even kijken naar drukkwaliteit, want ik heb geen flauw idee. Geen zwaar. Zo. Of dat het een beetje mooi eruit ziet. Dus kijk even mee. Heel spannend. Dat is wel heel mooi zwart. Mooi. Zo. Bam. Bam. In your face. Ja, nou die is wel vet toch? Die is wel mooi. Ik heb toch geen puistje, hè, wat ik niet zag van tevoren. Kijk dan. Nou, is het ook best goed gelukt. Ja. Ja, alleen dit is een klein beetje... Nee. Dat je denkt van, er had wel iets scherper gemogen, maar... Op zich van een afstandje, ja. Nou, ik vind hem toch? Ik vind hem ook leuk. Mooie kwaliteit, scherp. Ja, en dan voor die prijs. Ja, bij Vista Print. Ik ben aangenaam verrast. Ja. Prima toch? Klik dan eventjes op... Klik dan even op YouTube en dan even abonneren. Geef me een belletje te drukken. Echt mooi toch? Helemaal toppie. Dus als je hem ziet rijden, denk dan gelijk eventjes, die moet ik nog abonneren. Ja, of maak even een fotootje en stuur hem naar ons. Oh ja, dat is wel heel tof. Nou, heel bedankt voor het kijken weer. Vond je het weer een leuke video? Duimpje omhoog.
Ben je nog niet geabonneerd? Even op abonneren klikken. Het belletje aanzetten. En dan word je wel groot. Tot de volgende keer. Dag. Ciao. Ciao.